Nicolas Isimat had zelf geen interlandverplichtingen, kon dus kijken naar de wedstrijden op tv, maar kende wel een intensieve week op het trainingsveld. Veel zwaar met een lot of run en a lot of actie too, a lot of thing for defender. So yeah, it was a tough week, but it was okay. It was was good for the for the next step, the next game in away tegen Eindhoven. Yeah. So yeah, we're gonna be clear and we are in a good way for work and I appreciate that moment. Met 9 uit 3 kende PSV een prima start in de Eredivisie. En ook de verdediger zelf is niet ontevreden, vooral ook omdat hij in alle wedstrijden basisspeler was. For myself, yeah, good feeling. I like the confidence of the trainer what he give me and I try to give back. We're gonna be better in some. We receive more goals than the last year, but we need to be sharp. The last game was better. And I feel the upgrade elke tijd, so it's important. And I'm happy here. Iedereen bij PSV is gebrand op een goed seizoen. En de selectie staat nu vast. En vrijwel alle spelers komen in aanmerking voor een basisplaats. At the moment it's good to have it looks like we want to show more. The concurrentie is here. So yeah, everybody wants to be sharp, everybody wants to play. So it's in the good way. When you see this in training, it's a good way. So yeah, I want to continue to be more regular again. And to show again more in Holland and probeer to praat better and want feel upgrade in every situation. So yeah, if your mentality is good, you're ready for the game and you're not surprised when you must fight in the game and win some ball and good coaching. So you need to be sharp and I think we do a good job at the moment. Zondag in Heerenveen moet een goed vervolg worden gegeven aan de start van de competitie en dat tegen een tegenstander die ook nog ongeslagen is. Heerenveen won in Den Haag en speelde 2 keer gelijk. Uit bij FC Groningen en thuis tegen Heracles. It's a good team, they play good football and we need to be sharp on Stijn. Stijn is a good speler. And it's nice for I'm happy for him because he played there. So it's good basis, good balance for this team. So we need to be more not focused on only one game or one speler, but we must be sharp elke linie. Wie weet kan Nicolas Isimat er ook voor zorgen om te ontsnappen aan zijn bewakers en zo zijn eerste doelpunt van het seizoen mee te pikken tijdens de lunchwedstrijd in Friesland.